de groep Il Divo. Vier geweldige zangers. Uit Amerika, Zwitserland, Spanje en Frankrijk. De jongens hadden hun sporen al verdiend in het klassieke werk. Werden door een slimme producer bij elkaar gezocht. En in één klap was het viertal een wereldhit. Dat tot in alle uithoeken der aarde de hitlijsten bestormde. Ze traden op met de allergrootsten zoals Barbra Streisand. Op de allermooiste locaties zoals het Colosseum in Rome. En ja, ook niet gering, in de begintijd stonden ze al in een Nederlands televisieprogramma, de TV-show. Deze week komt een nieuwe album uit, The Promise. Voor het meebeleven van die mijlpaal in hun carrière was de muziekpers massaal naar Barcelona gekomen. En als het goed is, en het is goed, zitten ze daar in Barcelona nu voor ons klaar. Good evening, David, Carlos, Urs en Sebastian. Good evening. Hello, Diego. Well, four different voices, four different egos, four different nationalities. Carlos, for example, you were born in Germany, but you were raised in Spain. What are you more, Spanish or German? I'm Spanish right now. Yes, I was ever Spanish because I don't look German at all. Yeah, I look my black hair. Yeah, and my curl is like Samsung. I have the power of my curl. Well, you're the senior of the group. Does that automatically mean that the other three treat and consider you maybe as the boss? Are you really the boss for them? No. They consider me the grandfather. That's all because I'm the oldest. Talking about grandfathers, what does the name Father Abraham mean to you? Oh, a lot of things. Yes, I remember him. I mean, when I was 8 years old, I did my first single with him. It was with My Liebe Mama. And also the mio, yeah. Carlito the Kleine Caruso. Mein Liebe Mama. Do you still recall the lyrics of that song? I don't remember it. No, not really. I mean, if I ever heard it, I would sing it for you, but I don't remember it. No. And are you familiar with Father Abraham's other repertoire, like the world famous In het Kleine Café aan de Haven? If I know that? Yeah. Daar in het kleine café aan de haven. Oh, you know that? You should sing with that. You should be the fifth Il Divo. Ivo Il Divo. But it doesn't sound familiar, does it? Not really, no. No. Urs, you've been living in Amsterdam for 7 years. You ging daar naar het conservatorium. You zong with the core of the Dutch opera. How good is your Dutch these days? How good is it? Nou, ik denk het still goed. Ja. Ja? ik weet niet. Ik heb heel weinig praktijk deze dagen, maar het gaat nog wel, denk ik. Ja, ik heb begrepen dat je toen zelfs een zeer serieuze Nederlandse vriendin had. Klopt dat? Ja, check je van op. En... Maar wat las ik, die heb je ingeruild voor een Belgische violiste. Nee, een Franse. Oh, een Franse violiste. Nou ja, dat is minder erg. Nou ja, ik heb haar niet echt ingeruild. Gewoon een beetje afgelopen en we zijn aan elkaar gegaan en dan ja. Heb ik iemand anders ontmoet. Zo, het is niet echt een vliegende wissel geweest. Sébastien, vous êtes déjà marié, et à ce que j'ai entendu dire, chez vous, il y a déjà un bébé, n'est-ce pas? C'est le cas. Il y en a même deux, en fait. Même deux? Il y en a même deux, c'est des jumeaux, un garçon et une fille, Lucas et Rose, et oui, je suis très heureux, je suis devenu papa. Ils ont 7 mois, les petits bouts, et je me suis marié. Mais c'est fantastique, hein? Extraordinaire. David, you're the only American in the group. It was election week in your country. Was Obama also your favorite? Or would you have preferred to see, for example, Hillary Clinton in the White House? Well, I think that's kind of a moot point at this stage of the game, since she's no longer in the running. So I think Obama definitely wants to bring a lot of change to the U.S. Yeah, and that's necessary, isn't it? It is. Yeah. Carlos, you had a